Met die stipjes aan de kant heb of zo, dan weet je ongeveer wel wat het wordt. Maar helemaal exact dezelfde gaat niet lukken. Nee. Leuk. Leuk, hè? Ja. Echt mooi. Werd de markt in 1960 parkeerplaats. En de wekelijkse markt op zaterdag voormiddag werd verplaatst naar het noorden van het Sint-Janskerk gelegen Waterlooplein. Deze naam heeft niets met Waterloo bij België te maken of bij Brussel, maar is afkomstig van waterlopen. We gaan in gedachten 60 jaar terug en horen in het rustige plaatsje de Bellemond klepperen. Het is donderdag. En vandaag is het visafslag. De belleman loopt straat in, straat uit, belt, blijft staan en roept met luide stem: vandaag om 3 uur
visafslag. Voor een blik bot een levende paling. Daar stappen huismoeders met haar kleuters, renteniers met hun tossen en netten naar het marktplein en scharen zich rond de visbanken, die een carré vormen om de grote visstapel. Daarachter staat de volvette afslager, die met zijn dirigeerstok telkens in neergeschud zooike onder de aandacht van de omstanders brengt. Alle ogen zijn dan op het zooike gericht, terwijl de sonore stem van de afslager klinkt. 60 cent, 59 cent, 58 cent, 57 cent, totdat er mijn geroepen wordt. Twee handige, rappe vrouwen, de mouwen van het bonte jak hoog opgestroopt, graaien de afgemijnde zooi in een mandje, rekenen af bij de koper en schudden de vis voor hem neer op de stenen bank. Als er visafslag was geweest, renden de jongens direct vanuit school naar de gemeentepomp. Want de meeste viskopers wasten aan die pomp hun handen en ook het visvuile wisselgeld, waardoor nogal eens een cent of een halve cent door de vingers glipte en onder het rooster in het putje terecht kwam. De jongens lichten dan de rooster, vlijden zich plat op de smerige keien en visten met langgerekte armen in het modderputje, wat men in die tijd al niet over had voor een cent. De gelukkige vinders trokken dan triomfantelijk naar het zeer geliefde snoepwinkeltje van Varijen op de westelijke hoek van het laantje, waar ze voor een cent meer konden uitzoeken. Ik dank u. Machinist glundroet het café in, waar zijn gratis klaartje met suiker meteen voor hem werd ingeschonken. De van Breda komende tram stond dan bij de wissel het zwaantje in Teteringen al toeterend te wachten. Schokkend, schommelend, blazend, spittend vuur, rook en stoom spugend, gehuld in een wolk van stof, rook en dorre bladeren, de oude, langzaam rijdende locomotieven werden vervangen door snellere en zwaardere machines. Vervolgde de tram zijn weg. Bij het invallen van de duisternis stak de conducteur de twee petroleumlampen aan die in de hoekkastjes stonden. Het gebeurde meermalen dat er een wagon uit de rails liep, gewoonlijk de laatste. Dan moesten alle passagiers van die wagon uitstappen. De machinist trok langzaam en voorzichtig op en de reizigers duwden de wagon weer in de rails. Thank you.
Wij hebben alleen het Oosterhoutse kermisnoep en het Oosterhoutse stimmel. En jij bent het meisje met die hele mooie jurk aan, hè? Ja. Ken je die mop van in de olifant? Vertel hem. En nou, hoe heet dat nou allemaal opgegaan? Ja, waar staan ze allemaal op? Vertel het hem eens. Vertel eens wat. Ik heb geen moppen te vertellen. Nee, die mop van die in de olifant? Ja, dan moet hem maar eens ruiken.